Devin Payne, centrale verdediger van ADO Den Haag, onder 17. Eerste jaar ook bij ADO nu. Hoe gaat het met jou persoonlijk? Ja, gaat wel goed. Het begin was wel even lastig, want ik begon met een blessure. Maar ik denk dat het nu wel, nu ben ik weer fit, dus het gaat wel lekker, ja. Ja, en zegt het, je bent fit. Ook al veel wedstrijden gespeeld? Ja, ik ben gelukkig basisspeler, dus daar ben ik blij mee. En ja, eigenlijk dat, ja. En hoe gaat het met het team? Ja, het eerst begon het wat lastig. Met winnen, met scoren. Maar nu, ik denk dat we het veel beter doen. En daar ben ik blij mee. Ja, want ik zag de laatste twee wedstrijden. Een 7-0 en een 2-1 geloof ik. Stijgende lijn te pakken? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we gewoon zo door moeten gaan als team. En dat we dan inderdaad stijgende lijn te pakken hebben. Dat we zo door moeten gaan. En dan aanstaande zaterdag. Jullie staan eerste. Komt de Graafschap op bezoek. De nummer 2. Een mooi affiche dus als je naar de stand kijkt. Wat verwacht je van de wedstrijd? Ik denk dat het wel een hele lastige pot gaat worden. Ik ken ze niet echt zelf, maar wel eens op toernooien gespeeld. Maar dat gaat wel, denk ik, wel lastig worden. Het staan tweede, veel punten. Dus ja, het wordt een belangrijke wedstrijd voor ons. En wat verwacht je voor een wedstrijd? Verwacht je een hele fysieke wedstrijd of juist een hele tactische wedstrijd? Ja, ik denk wel een fysieke wedstrijd. Ja, ik weet eigenlijk niet waarom, maar zo'n beeld heb ik bij de Graafschap eigenlijk. Een fysieke ploeg. En ja, dat eigenlijk. Ja, en dan stel jullie zouden winnen, loop je eigenlijk 3 punten uit, kom je 4 punten los. Wat is jullie doelstelling voor dit seizoen? Ja, wij hebben gewoon als groep besloten om te promoveren en natuurlijk nummer 1 te worden. Ja. Nou, met een winst moet dat eigenlijk wel lukken, toch? Ja, we zijn op de goede weg, ongeslagen, dus het gaat goed.